Nou, in vergelijking met 2011 hebben we in 2012 een daling gezien van ongeveer 1000 meldingen. In 2011 zijn we bijna 11.500 keer gealarmeerd. Ja. En wat voor zaken gaat het om? Nou, het gaat heel veel om hulpverleningen. Dat zie je, dat is een trend die de afgelopen jaren al wel zichtbaar is. Dat het percentage brand afneemt en het percentage hulpverleningen neemt toe. Dus het grootste deel van het brandweerwerk bestaat uit hulpverleningen. En wat voor hulpverleningen hebben we het dan over? Ja, dat kan van alles zijn. Mensen die bijvoorbeeld vastzitten in een lift, dat is iets wat heel vaak voorkomt. En reanimaties, dat is ook iets wat waar elk jaar weer een stijging in te zien is. Maar dat is toch voor de ambulance? Sinds een aantal jaren doet de brandweer dat ook en de politie doet dat ook. Kijk, reanimaties, dat zijn natuurlijk situaties waarbij elke seconde echt telt. Ja. Brandweer is vaak heel snel te plaatsen. Okay. Dus wij zijn sinds een flink aantal jaren ook uitgerust met apparatuur om te kunnen reanimeren. En dat doen we dus veelvuldig. En de oorzaken van brand, wat is dat meestal? Als je kijkt naar woningbranden, we hebben een team brandonderzoek dat vooral woningbranden onderzoekt. Het grootste deel is toch menselijk handelen. En het grootste deel daarvan weer komt door koken. Dus er gebeuren nog steeds heel veel ongelukken in de keuken. Wat voor dingen zijn jullie nu mee bezig? Hoe ontwikkelt de brandweer zich op het ogenblik? Ja, wat de komende jaren vooral gebeurt is dat we een enorme slag willen slaan in het brandveiligheidsniveau in onze regio. Preventie. Preventie inderdaad, ja. Dat blijft, is altijd al een speerpunt geweest, maar dat wordt een steeds belangrijker speerpunt. Ja. We zijn er afgelopen jaar mee begonnen in Amsterdam-Zuidoost. En ook in andere delen van de regio zijn initiatieven ontplooit. Maar dat gaat de komende jaren, gaan mensen nog heel veel van ons horen op dat gebied.